Kampen is een Hansestad van oudsher, een vissersplaatsje. Dus dan is het vrij logisch dat men hier nog steeds graag vaart. En natuurlijk op die mooie rivier, die mooie IJssel. Daar ligt hij dan, ons sloepje. Huppatee. Dit schip dat heet een spiegelsloep. Lounge sloep zou je ook kunnen zeggen met een heel mooi woord. En linksom kunnen we weg. Ja, het is een sloep van ruim 6 meter lang. Hij wordt nog geproduceerd onder een paar verschillende namen, maar de meest bekende naam is de Enkhuizen 615 of in dit geval de Vechtsloep 600. Maar het is exact dezelfde sloep met twee namen. Die man daar op de wal. Vaste begroeting. Van Eddy, ik ben zelf liggend in de buitenhaven. Heb ik een vaste plek aan de middelste steiger. En dat is al 30 jaar is dat zo. En al 30 jaar ook aan het varen? Al 30 jaar en langer ben ik ook al aan het... Nee, ik ben niet... ik ben al 30 jaar aan het varen en ik ben inmiddels wat langer getrouwd uiteraard. Ja. De kampers die zeggen onder elkaar, deze wielen, die worden niet 365, maar 364 dagen van het jaar gebruikt. Want die ene dag zijn ze namelijk weg. Want dan heeft de koningin ze nodig onder de gouden koets. Dat zijn de wielen die de brug ophalen. Het middelste gedeelte kan uiteraard omhoog voor de grote scheepvaart. Roos, jij bent de kleindochter van de schipper. Vind jij varen dan ook heel leuk? Ja, dat vind ik wel heel leuk, ja. En wat is er... Ja, het is gewoon heel grappig. Je ziet meestal ook wel heel veel golfjes en zo. Maar het is ook best wel een beetje spannend, toch, dat varen? Ja, best wel. Want voor mijn eerste keer toen ik in de boot zat, toen dacht ik, we gaan zinken. Maar dat was niet zo. Moet jij ook helpen? Soms ja. Mag ik ook wel eens sturen. Iedere keer als je op pad gaat, is de wind anders, is het licht anders, zijn de wolken anders, zijn er andere dieren, er is ander gevaar, dus mensen met boten op de rivier. Dat is wat ik leuk aan varen vind.